ben gevraagd of ik voorzitter van dit Schipholfonds wilde worden. Ik was verbaasd, maar ook blij verrast. En ook wel strekte tot eer. Ik vind het een eervolle taak. Vanuit mijn werk, ik ben sportjournalist, weet ik hoe belangrijk het is ook dat mensen bewegen en dat ze in staat worden gesteld om te bewegen. En soms ontbreken daartoe de middelen. Nou, het Schipholfonds heeft donaties die dat soms wel in staat kan stellen. En als ik daar een bij kan dragen met mijn inzet, dan vind ik dat hartstikke mooi. In Amsterdam is een sportvereniging voor blinden en slechtzienden. Jullie hebben 55 leden en je kunt daar drie takken van sport bedrijven. Wandelen, zwemmen en tandemfietsen. En we hebben zojuist 3000 euro hebben wij ontvangen voor de aanschaf van 2 nieuwe tandems. Ik ben van de stichting Scoren Jongens Nederland en we hebben een bedrag van 8500 euro hebben gedoneerd gekregen. We zijn er heel erg blij mee, uiteraard de zaak. Het is, we hebben 10 tandems en er zijn er een paar bij die behoorlijk op leeftijd komen. Die willen we graag vernieuwen. We gaan naar een aantal nieuwe locaties hier in de regio. Het is een voetbalschool, een gratis voetbalschool voor jongeren waarvan kinderen bijvoorbeeld ook normale sportverenigingen niet kunnen betalen. Ik vind het een uitstekende zaak dat Schiphol blijk geeft van zijn maatschappelijke betrokkenheid met de buren, zeg maar. Het gaat om soms niet kinderachtige bedragen en ik vind het eigenlijk uitstekend. APPLAUS.